vandaag een antwoord op de vraag van Thomas. Een vraag over concentratieverlies in de loop van de dag. Iets wat Thomas, net als vele anderen met hem, regelmatig ervaart. Thomas kan dat echter niet hebben. Thomas heeft een zeer verantwoordelijke baan. Hij verzorgt het contact tussen zijn bedrijf en de klant. En hij moet ook de beslissingen nemen binnen het bedrijf welke invloed heeft voor het totale bedrijf. Wanneer Thomas er even met zijn verstand niet bij is of achter de feiten aanloopt of er zich met een Jantje van Leiden van afmaakt in het opzicht van het nemen van beslissingen, ja, dan heeft zijn hele bedrijf daar de consequenties van te dragen. Het kan dus niet zo zijn dat Thomas een verlies aan concentratie ervaart, want dit heeft te veel nadelen. Hij wil dus zijn concentratie in de loop van de dag absoluut behouden, dat wanneer hij contact met de klant heeft, ergens rond 4 uur aan het eind van de middag, of wanneer werknemers bij hem aankloppen om een besluit te maken welke consequenties heeft voor het hele bedrijf in de loop van de middag, dat hij dan nog wel zich goed kan focussen, goed zijn aandacht daarop kan vestigen. Hij heeft grote verantwoordelijkheden. Hij moet in de loop van de dag zijn aandacht toch goed kunnen gebruiken, zich goed kunnen focussen, zich goed kunnen concentreren. Maar wat merkt Thomas? Hij merkt dat 's ochtends het allemaal prima gaat. Hij kan helder denken. Hij kan alle aandacht vereisende prikkels welke hij maar op zich afkrijgt. Klanten die hem benaderen, werknemers die hem benaderen. Dingen die gedaan moeten worden, beslissingen die hij moet nemen. Kan hij allemaal prima filteren en ordenen. En zijn concentratie behouden. En goed doordachte, afgewogen, rustige beslissingen nemen. Maar dit lukt hem niet meer in de loop van de dag. In de loop van de dag merkt hij dat als hij een mail opent, hij kan wel naar dat beeldscherm kijken en hij begint wel te lezen, maar aan het eind van die mail denkt hij, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Wanneer er een vogeltje langs fladdert, langs zijn kantoorraam, dan kan hij daar zomaar een half uur dat vogeltje zitten te volgen. Verliest hij zijn aandacht voor zijn werkzaamheden, wanneer hij naar het toilet gaat en hij komt een collega tegen. Een collega waarmee hij samen voetbalt, kan hij zomaar een half uur lopen kletsen met die collega over de wedstrijd van afgelopen weekend. Ook wanneer Thomas iets opzoekt op zijn computer in de loop van de middag, iets werkgerelateerds, kan zomaar het sleutelen aan zijn motor in zijn achterhoofd opkomen te doemen en gaat hij iets zoeken, een onderdeel op internet die hij nog voor zijn motor nodig heeft. Dat kan hij niet gebruiken. Zijn werk vereist een opperste concentratie. Heel veel mensen en het hele bedrijf eigenlijk zijn afhankelijk van zijn focus, van zijn concentratie. Het verlies aan focus, het verlies aan concentratie in de loop van de dag kan Thomas dus niet gebruiken. Hij begreep dit in eerste instantie wel, want toen hij dit merkte, ja, toen kon hij dat wel begrijpen. Want wat weten we over concentratie? Wij weten dat wij ons kunnen concentreren wanneer wij een stabiele bloedsuikerspiegel hebben. Wij weten dat wanneer wij een verhoogde bloedsuikerspiegel hebben, wij dan helemaal onrustig worden door alle prikkels welke we ontvangen die we niet goed kunnen filteren. En wanneer we een lage bloedsuikerspiegel hebben, dat we een beetje verveeld raken en dat weinig onze aandacht vast kan houden. En Thomas eerder, ja, hij had nooit zoveel aandacht aan zijn voeding. Hij nam eigenlijk nooit eten mee naar zijn werk. Tussen de middag haalde altijd wel een collega iets bij de viskraam om de hoek of bij de broodjeszaak om de hoek. En dan bestelde hij ook wel wat. En tussendoor, ja, vergat hij te eten. Of dook hij een keer de kantine in en haalde hij iets uit de snoepautomaat. Ja. Daaruit kon hij begrijpen dat zijn concentratievermogen in de loop van de dag dan kon verslechteren. Want regelmatig at hij niet en regelmatig nam hij ook suikerrijke voeding uit de snoepautomaat. Ja, dan schommelt je bloedsuikerspiegel. Dat kon hij beredeneren. Maar vanaf dat moment, omdat hij besefte, ja, ik heb toch echt wel een stabiele bloedsuikerspiegel nodig. Want ik moet me ook in de loop van de dag nog goed kunnen concentreren. Heeft Thomas
zijn aanpak veranderd en is hij volkoren boterhammen met 2 stuks verdeeld over zijn dag zelf gaan meenemen en eet hij 2 sneeën volkorenbrood bij zijn ontbijt, 2 sneeën tussendoor, 2 sneeën bij zijn lunch, 2 sneeën tussendoor en had hij verwacht dat hij daarmee zijn bloedsuikerspiegel mooi stabiel zou kunnen houden en het verlies aan concentratie in de loop van de dag niet meer zou hoeven ervaren, omdat hij dan qua voeding een veel gunstige invloed dan eerder uit zou oefenen op de stabiliteit van zijn bloedsuikerspiegel. En we leren dat wanneer we maar een stabiele bloedsuikerspiegel hebben, dat we dan ons goed kunnen concentreren. Toch ervaart Thomas sindsdien alsnog concentratieverlies. En dit snapt hij dus niet. Dus dit de vraag van vandaag. Waarom ervaar ik concentratieverlies terwijl ik mijn voeding, mijn vezelrijke voeding, regelmatig over de dag verdeel? Inderdaad, Thomas, om je te kunnen concentreren is een stabiele bloedsuikerspiegel nodig. Want de aanwezigheid van glucose in je bloedbaan maakt dat de receptoren van dopamine, het stofje, de neurotransmitter welke voor focus, aandacht en concentratie moet zorgen, geprikkeld kunnen worden. Als de dopamine-receptoren die geprikkeld worden, wanneer de signalen daarvan in jouw hersenen niet goed verwerkt kunnen worden, dan toch nog zal jouw concentratie dalen. Jij merkt dat in de loop van de dag, ondanks jouw aanvoer van brandstof, middels jouw inname van brood, regelmatig verdeeld over de dag, en dus de aanvoer van glucose in jouw bloedbaan, merk jij dat in de loop van de dag jouw concentratie begint te vervliegen. Dat betekent dat de prikkelverwerking in jouw hersenen tegen de middag aan, in de loop van de middag, niet zo goed meer verloopt. En hoe zou dat nou kunnen? Nou, de stroom van glucose in jouw bloedbaan, waar jij middels de consumptie van volkorenbrood voor zorgt, de opname daarvan in jouw cellen is daarmee nog niet gegarandeerd. De prikkelverwerking in jouw hersencellen is daarmee nog niet gegarandeerd. Want voor de opname van glucose in jouw cellen en het omzetten daarvan in de mitochondriën van jouw cellen tot ATP is in jouw hersenen niet zozeer brandstof alleen nodig, want daar zorg jij voor middels de regelmatige spreiding van je volkoren boterhammen. Jij zorgt dan voor brandstof in jouw bloedbaan, glucose in jouw bloedbaan, welke vervoerd wordt richting jouw hersenen. Maar voor de opname van glucose in jouw hersencellen en voor de prikkelverwerking in jouw hersencellen is een regelmatige aanvoer van vocht en alle essentiële bouwstoffen nodig. Zit er voldoende vocht en essentiële bouwstoffen in jouw volkoren boterhammen om de opname van glucose in jouw hersencellen en de prikkelverwerking in jouw hersencellen de hele dag door mogelijk te maken? Nee, dat wil zeggen dat jij wel de hele dag door voor een aanvoer van brandstof zorgt en dus zorgt voor een prikkeling van de receptoren in jouw hersencellen en voor de prikkeling, de stimulatie om energie te produceren in jouw hersencellen, maar bij die energieproductie komen afvalstoffen vrij. Die afvalstoffen zorgen voor een verhoogde zuurtegraad en een verminderde opname en prikkelverwerking in jouw hersencellen. Eerst moet na energieproductie en na de vorming van afvalstoffen moeten die afvalstoffen wel weer verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden om daarna ook wel weer goed glucose op te kunnen nemen in je hersencellen om te zetten tot energie en ook prikkelverwerking mogelijk te maken. Maar prikkelverwerking is in jouw hersencellen niet goed mogelijk wanneer daar onvoldoende vocht aanwezig is en onvoldoende bouwstoffen aanwezig zijn. En die zullen weinig en minder aanwezig zijn wanneer er nog te veel afvalstoffen zijn. Wat wil dat zeggen? Jij moet jouw lichaam niet alleen van brandstof voorzien om een regelmatige aanvoer van glucose richting jouw hersenen mogelijk te maken, want dan bied je alleen maar brandstof en stimuleer je de hersencellen tot energieproductie. Maar je moet ook zorgen voor de verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen en het behoud van een optimale voedingstoestand in jouw hersenen, voldoende vocht en essentiële bouwstoffen in jouw hersenen, want die stoffen en niet zozeer brandstof is nodig voor prikkelverwerking.
Prikkelverwerking is signaaltransductie. En dat vindt plaats met allerlei opgeloste ionen. En ionkanalen die open moeten gaan. En het zijn eiwitten. En er zijn ook vetten nodig voor het intact houden van celmembranen. En ook voor de signaaloverdracht. Daar zijn signaallipiden voor nodig. Dus vocht en essentiële bouwstoffen zijn nodig voor prikkelverwerking. De aanvoer van brandstof middels jouw regelmatig verdeelde volkorenbrood zorgt voor energieproductie, maar dat is nog niet de prikkelverwerking. Wat wil dat zeggen? Jij vraagt je af waarom en waardoor, ondanks het feit dat jij zorgt voor een regelmatige, langzame aanvoer van nieuwe glucose in je bloedbaan en dus voor een stabiele bloedsuikerspiegel voor jouw idee, vraag jij je af waarom dan toch glucose, of toch jouw concentratie verloren gaat in de loop van de middag? Omdat, behalve een stabiele bloedsuikerspiegel, jouw lijf in een goede voedingstoestand moet verkeren, goed voorzien moet worden in vocht en essentiële bouwstoffen om de opname en verwerking van de glucose in jouw hersencellen en de prikkelverwerking in jouw hersencellen heel de dag door mogelijk te maken. En deze stoffen, vocht en essentiële bouwstoffen, sorry, maar die zitten niet allemaal in jouw volkoren boterhammen. Daar zitten maar een aantal bouwstoffen in. Dus wat wil dat zeggen? Jouw volkoren boterhammen moeten aangevuld worden met essentiële bouwstoffen. Overmorgen zou ik het hierover gaan hebben. Welke stoffen aanwezig moeten zijn in jouw voeding om jouw hersenwerking de hele dag door goed te laten verlopen? Thomas en vele anderen met jou die concentratieverlies in de loop van de dag ervaren. Kijk jij dan weer, hè?